De ik heb eigenlijk niet lang moeten nadenken over welk thema ga ik nu ga behandelen. Ja, ik denk dat, dat elke consument, elke Belg, elke Vlaming, wel bezighoudt. Inflatie. We merken dat eh, met onze winkelkar als we gaan winkelen. Het leven wordt enorm, enorm een pak duurder. Uh, en ik denk dat we eigenlijk een beetje allemaal schrik hebben van de energierekening. Hè? Die mensen van Fluvius die zijn bij mij thuis geweest vrijdag. Dus ik verwacht een van de dagen een factuur binnen. Ik, ik ben ja, eigenlijk niet al te curieus. Ik heb een beetje, beetje angst. Ik zou zeggen, ga straks eens met, met een hoed rond, maar ik vrees dat jullie met hetzelfde probleem zullen zitten. Hè? Dat dat niet gaat oplossen. Maar goed, je, je ziet toch echt wel. 2021, het jaar dat we uit corona kwamen, weet je wel. De, de knaldrang. We hebben zo beseft van potverdorie, corona. We leven maar één keer. We moeten geld spenderen. Hè? En we hebben dat ook gedaan. Het, het mocht al wat, wat, wat meer kosten. En, en het geld stroomde Rijkelijk richting economie. En dan krijg je 2022. Energiecrisis. Oorlog in Oekraïne. Schrik om te zien hoe groot gaan mijn facturen zijn van de energierekening. Ik heb geen flauw benul. Wat zie je dan? Dat mensen eigenlijk in een soort van kraam schieten. Hè? En eigenlijk ja, de, de vinger op de kniep houden. Hè? We gaan besparen, hè. Oké, okay, en dat is niet alleen uh, die radiator een graadje minder, maar, maar je ziet dat ook in de winkels in, gewoon in het spenderingsbedrag. En dat grote verschil 21-22 sorry, het is niet allemaal positief wat ik ga vertellen, want dat kan niet anders dat dat leidt inderdaad, uh, zo'n wijziging van consumentengedrag, tot een recessie. Het is wat het is. Dus we kunnen daar zeker niet van, uh, van schrikken. Nu de inflatie, hoe zit het daarmee? Wat, wat zijn onze verwachtingen daar? Um, goh, het is nu echt wel aan het pieken. Hè. De jongste cijfers in België, wat was het? 11,3% of zoiets? Nederland, 17%. Procent. Eurozone, 10%. Procent. Ja, voor België, dat zijn cijfers die we niet meer gezien hebben sinds 1975. Met die olieschok. Hè. Dat is enorm heel lang geleden. Dus het is toch echt weer wel geschiedenis dat we aan het schrijven zijn. Ik zie die inflatie uiteindelijk wel in, in, in de komende maanden op een gegeven moment piek, dat die, dat die kan dalen. En je ziet dat op bepaalde, bepaalde zaken zie je al dalen. Hè? Grondstoffen, die prijzen die aan dalen zijn, ook omwille, van het recessie gegeven, uh, een, 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 een container die moet komen van China naar Europa. Een jaar geleden kostte dat gigantisch veel geld. Nu is dat nog allee, al meer dan gehalveerd. Dus die prijzen, dat is allemaal, draagt wel bij dat inderdaad dat we vroeg of laat, een van de maanden, ik heb die glazen bol die mensen, maar dat we toch op een gegeven moment gaan pieken, dat we gaan dalen. Maar gaan we terugzakken naar 2, 3 procent, wat die centrale bankiers voor ogen hebben? 2 procent hebben ze voor ogen. Ik vrees ervoor dat dat... Allee, dat gaat niet snel gebeuren. Als je kijkt naar de geschiedenis dat we... In de periode dat we inflatie gekend hebben, die hoge inflatie, dan ging het ook niet snel naar beneden, ondanks ingrijpen van, van centrale bankiers. Je ziet hier ook bijvoorbeeld ja, uh, in Europa, hier op deze grafiek, in het blauw inflatie en ja, nog een streepje hoger naar 10%. Maar wat zie je daar in het zwart? De producentenprijzen in Duitsland ja. plus 45,8% voorbije maand. Maar te zeggen, met vertraging zal dat nog moeten doorcijpelen tot bij die consument. dat gaat niet zo in één keer. Dus zijn we af van die inflatie? Ik denk het niet. Hè? Goed, hier zijn bedrijven aanwezig die... En ik werk ook voor zo'n bedrijf. Die vanaf 1 januari ja, hun mensen, werknemers, 10 procent, misschien zelfs meer, opslag moeten geven. Enfin, opslag. De kost stijgt, de loonkost stijgt. Ja, vroeg of laat, al dan niet met vertraging, zal ook die kost moeten doorgerekend worden. Energietransitie die zal nog pakken, pakken, pakken geld kosten. Hè? Kosten, wat is dat? Eigenlijk is dat een vorm, een bron van inflatie. En Wat we nu hebben meegemaakt met, met Rusland, een dres die vooral Duitsland moet leren natuurlijk, van dat we ons niet strategisch, niet te afhankelijk mogen stellen van één land, en dan zie je nu ook dat in bepaalde sectoren, China, China, Taiwan, ook allemaal niet zonder gevaar, dat bepaalde fabrieken ja, zelfs opnieuw naar Amerika gaan produceren, naar Europa gaan produceren. Dat kost dan wat meer geld, maar omdat dat strategisch belangrijk is ook. Maar opnieuw een bron van inflatie. Dus naar die 2%, ik zie het niet snel gebeuren. Ik vrees dat we voor een ja, langere periode voor toch. Een hogere inflatie gaan zitten. En als je kijkt naar die uh, inflatie vorig jaar al, toen er nog geen sprake was van Oekraïne of Rusland, uh, noem maar op. Ook toen al zaten de prijzen in de lift. Ook toen al spraken we van een inflatie van 5, 6 procent. Van Oekraïne was geen sprake toen. Hè? Om maar te zeggen, we zitten hier toch met iets structureler. Ik merk. Ik merk, ik heb er straks nog gekeken van, van inflatieverwachtingen in de Verenigde Staten, die zijn er voorbije weken fors gedaald. Hè? Naar 2,2, 2,3 procent voor de komende vijf jaar. Ik vind dat iets te optimistisch. Ik vrees dat het een toch een stukje uh, lager zal zijn. Dus het inflatiespook is wel degelijk terug. Wat betekent dat voor u mensen? Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, als consument, je voelt het, hè. Dat zijn zo van die dekselse prijsverhogingen of. Uh, Prijzen die niet verhoogd worden, maar dan he, de potjes he, voor de kleren te wassen. Dezelfde doos, even groot, maar ene keer er, vroeger zaten er 40 in van die potjes. En nu plots zit er 31 in. He. Je moet het maar weten, je moet het maar gelezen hebben. He. Pak bloem. He, als je die zo ziet staan, dat zijn twee dezelfde pakken, toch? He, en die staan op dezelfde plaats in dezelfde winkel. Maar als je dat goed leest, vroeger 500 gram. En nu 400 gram, gaan ze die dozen kleiner maken. He. Identiek hetzelfde. Wat is dat? Dat is inflatie. Hè? En dat is potverdorie, heel veel inflatie. Wat betekent dat nog voor u? En eigenlijk is dat misschien nog veel belangrijker, mensen. Uw geld, uw geld wordt minder waard. Hè? En als je dan ziet wat er op spaarboekjes en, en zichtrekeningen staat, dan zou je zeggen, van, kijk, we hebben voorbije, we hebben eigenlijk nog veel gespaard. Hè? We, we hebben nog meer opzij gezet. Als je naar rekening zou houden met de inflatie, wat je echt met je geld kan doen, kan kopen, eigenlijk staat er minder geld op, reëel, hè? in termen van koopkracht, staat er minder geld op dan vorig jaar. Inflatie van 10%, alleen 300 miljard, plus nog eens 100 miljard, dat is samen 400 miljard, inflatie 10%, dat is 40 miljard op een jaarbasis, dat aan koopkracht vervliegt. Hè? En dan hebben we het nog niet over obligaties, dan hebben we het nog niet over pensioenpotten bij, 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 bij werkgevers, noem maar op. Het gaat over gigantisch veel geld. Mensen onderschatten dat. Hè? Zelfs een inflatie van 2%, wat eigenlijk nu op dit moment eigenlijk niet zoveel voorstelt, maar zelfs bij 2%, je vertrekt van 100.000, ja maar, 40 jaar later, 2% hè, ben je 55% kwijt. In termen van koopkracht, 2%. Stel je voor we dan 5, 6, 7%, nu even 10%, dat gaat gigantisch snel achteruit. We zijn ons er weinig van bewust. Kent iemand die foto nog? Kent iemand die man? Je kunt niks winnen, hè? Maar... Wie? Ja? De man van 6 miljoen? Van wanneer zal dat geweest zijn? Jaren zeventig? In de jaren zeventig, ja. ik denk dat ik de uitzendingen nog gezien heb. Uh, ja. Maar pas op, dat was een speciale man. Je redde telkens de wereld. Dat was zo'n speciaal force die aan die man ontwikkeld. Die had bionische armen, bij ogen. Je kon van alles. hè. Die had ook pakken geld gekost: zes miljoen. Zes miljoen, daar lachen we me nu mee. Hè. Om maar te zeggen van hoe snel geld zijn waarde verliest. We beseffen dat te weinig. Ook als belegger, ook als paarder. Goed, en dan heb je natuurlijk wel de ECB die nu gestart is met renteverhogingen. Hè? Een beetje behind the curve, zoals ze dan zeggen. Zo een beetje, ja, hè? Uh, als je dan ziet, de inflatie. Er is altijd wel een correlatie tussen die inflatie en die beleidsrente. En als je dan ziet van welke richting die inflatie gegaan is en waar we nog maar zitten met de beleidsrente, ja, dan moet ik je niet overtuigen dat, dat de komende beleidsbeslissingen wel degelijk renteverhogingen zullen zijn. Maar dan nog, allee, ja... Stel dat we een klein beetje terug geld krijgen op een spaarboekje. Hè? Stel 1 procent, ik zal ze iets zot zeggen. Ja, maar ja, bij een inflatie van 10%. Vroeger, de banken, als ze geld leenden aan de mensen, dan moesten ze zo echt zo'n disclaimer zetten van opgepast lenen. Geld lenen, kost ook geld. Eigenlijk moeten ze een disclaimer ook gewoon op spaarboekje zetten. Hè? Oppassen, hè? want geld sparen kost u geld. En gigantisch veel geld. Hè? Meer dan. Beseft. De langere termijnrentes dan, en daar zien we dat de markt daar wat meer speelt, dat wat dat een beetje anticipeert, vooruit loopt, rekening houdt met de inflatie. En dan zie je dat we in de Verenigde Staten zelfs even richting 4 procent zijn gegaan. Uh, in Duitsland, hier, rente in Duitsland op 10 jaar uh, boven de 2 procent. Vandaag zijn we het terug ondergezakt. Hè? Serieuze daling van de lange termijn rente vandaag, beurzen ook. Deze voormiddag heel negatief om dan deze namiddag eh, zelfs in de plus te eindigen. Hoop op lange termijnrentes. Ja, kan dat nog stijgen? Ja, dat kan natuurlijk als de markt begint te zetten dat die dat inflatie toch structureel hoger zal zijn dan men nu nog aanneemt, natuurlijk. Dus dat, dat kan nog wel eh, een stukje stijgen. Is dat goed nieuws? Dat is de vraag die we ons moeten stellen hè, als belegger is dat goed nieuws? Op termijn waarschijnlijk wel, maar op dit moment één. Die 2% op 10 jaar vast. Hè? Ik bedoel, die is helemaal niet voldoende om die inflatie, inflatie te compenseren. Ook niet voor de gemiddelde van de komende 10 jaar. En twee, als de rente stijgt, wat doen obligatiekoersen dan? Zakken. Er gaan veel mensen schrikken. Mensen die gedacht hebben, van, ik ga het heel veilig spelen. Ik ben een heel ondefensieve belegger. Ik pak geen risico's, zeker geen aandelen. Is hè. Staatsobligaties, het veiligste wat er is. Min 20% procent, hè, dit jaar. Dat is ook ongezien. Ah, maar het is gebeurd. Hè. Het, ook dat is een feit. Dus op langere termijn, ja, 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 maar voorlopig. En dan wil ik eigenlijk gewoon hier even het bruggetje maken met, met aandelen. Hè. Um, gewoon omdat het ook altijd niet even serieus moet zijn. Gewoon even, kom, we mogen eens even lachen. Er moet niet veel uitleg bij, denk ik. Maar ik, ik vond dat zo een, een mooi bruggetje naar, naar het bedrijfsleven toe. Hè. Allee, ja, je kunt er verschillende dingen in zien. Hè. Wat zie ik, ik er bijvoorbeeld in? Prijszettingskracht. Hè, dat dat potverdorie belangrijk is, hè, zeker in deze momenten hè, van, van de recessie. Dat je als bedrijf euh, ja, je prijs kan zetten... En dat kan ja, dat kan door schaalgrotten, dat kan door fusies blijkbaar dat kan uh, door hey, overnames in dit geval uh, je kan er heel veel in zien uh, ondernemerschap hey, um, maar bedrijven ja en op korte termijn is inflatie ook voor bedrijven zeker niet positief hey? uh, als je kosteninflatie hebt je kan dat niet altijd direct doorrekenen hey, het is maar met vertraging als je ...meer kan factureren en je kan op termijn terug op diezelfde winstmarge komen... ...dat eigenlijk voor bedrijven zoals invasie best wel positief is geweest. Op langere termijn, op korte termijn uh, zeker niet. Hoe zit het trouwens met die beurzen, hoe zit het met die aandelenmarkten? Um, we zitten in een berenmarkt, hè? dus dalingen van 20% en meer. En ja, dan, dan, dan vallen de waarderingen ook terug. En als we kijken naar die grafiek daar links... ...dan zie je op basis van de verwachte winst voor de komende twaalf maanden dat die waardering teruggevallen is tot op het laagste niveau sinds 2012. Voor de stoks uh, 600 bedrijven in Europa. Ik moet het toch wel een klein beetje nuanceren. In die zin denk ik, vrees ik, dat die winstverwachtingen nog altijd wel, wel iets te positief zijn. Ja? Dat die wat zullen tegenvallen. Dus dat die winstverwachtingen nog neerwaarts moeten bijgesteld worden. Dus dat misschien inderdaad dat laagste punt, dat we dat eigenlijk zo'n beetje moeten corrigeren naar boven toe. Maar dan nog, dan nog zijn we toch op een ja, relatief laag niveau teruggevallen. Die berenmarkt, waar moeten we daarmee. Uh, ik heb ook die glazen bol nemen. Als we naar de geschiedenis kijken, naar het verleden. Berenmarkten, gemiddeld hè, sinds Wereldoorlog 2, gemiddeld genomen, hebben die ongeveer twintig maand geduurd. De gemiddelde daling 39 procent. Ik kan zeggen van, oei, dan hebben we nog een, uh, nog een stuk te gaan. Hè? We zijn er nog niet. Hè? Dus het kan inderdaad nog wel zeggen En inderdaad, als je kijkt naar, uh, naar het verleden, vaak ook in berenmarkten, waren het vooral de impuls van de centrale bankiers door renteverlagingen, die ervoor gezorgd hebben dat de beurzen terug konden stijgen. Inflatie, renteverlaging. We zijn in de andere richting bezig. Hè? Ook dat is een... Ja, een, een element om te stellen van, ja, kan het nog lager? Ja, natuurlijk kan het nog lager. Kan dit nog, die, die nervositeit, blijven duren? Ja, dat kan. Hè? Maar ik had er wel direct bij zeggen. elke... Het is geen wiskunde, hè. Ik bedoel, het is niet een verlezen basis dat het nu ook zo zal zijn. Je, je kan dat niet extrapoleren. Elke situatie is anders. Um, nu, in de huidige situatie, kan ik me heel goed voorstellen dat er... Bepaalde externe factoren zijn die, die, die spelen, die, die we niet kennen, die, die, waar we geen vat op hebben. Gewoon al de verwachting dat, inderdaad dat, we, dat we die piekinflatie bereikt hebben en dat centrale bankiers, of dat zij het zijn, of dat het gewoon de markt is, maar dat is natuurlijk ook de vraag, hè, dat die inflatie toch al een stukje naar beneden komt, dat het minder erg is dan nu plots wordt gevreesd. Ja, ook dat kan al een positieve impuls zijn voor, voor die financiële markten. Hè. Wat merk ik nog? Dat de jongste weken, dat mensen toch stilkens aan nerveus beginnen te worden. Hè? In het begin had je toch altijd zo die, die buy the dip mentaliteit. Ho, het zakt, elke keer dat zak moeten kopen. Hè? Dat is zo'n soort van Pavlov-reflex die, die we onszelf aangekweekt hebben tijdens de voorbije jaren eigenlijk. En ik merk dat niet meer. Ik merk dat bij de meeste mensen niet meer. Sentiment bij beleggers. Nee, ...steeds meer mensen die zich de vraag gaan stellen van... ...ja maar... kan ...het gaat nog zakken, hè... ...misschien moeten we hem maar verkopen... ...net, na ik hier op de zetel zat... ...ik heb nog een zotte tweet van onze Elon Musk gezien... ...die zegt van, ja, die oorlog in Oekraïne... ...dat zou wel eens kunnen eindigen, in een nucleaire oorlog, hè... ...ja, alles kan natuurlijk... Hè? ...maar moeten we daarvan uitgaan? Ja, ja... En, ...en dan krijg je die twijfel bij mensen van... ...oef, oe, ja, kijk, ja, hoef. En inderdaad, als we dan ook hier kijken naar de geschiedenis, uh, dan zie je dat, of dat er nu in 2002, 2003 was, of tijdens de bankencrisis 2008, 2009, wat zie je die blauwe uh, lijn naar beneden toe, naar boven toe, geld van beleggers dat stroomt naar de beurzen, naar beneden toe geld dat wegstroomt, mensen die verkopen. En wanneer verkopen mensen al massa? En je ziet daar in het zwart de evolutie van de SP 500. Toch wel elke keer, zeker als dat op een dieptepunt staat. En dat is mijn frustratie, hè, mensen. Dat is mijn frustratie. Dat maakt dat heel veel beleggers, heel vaak die negatieve connotatie, die dat negatief gevoel hebben bij aandelen. Ja, maar aandelen, dat is toch niets van mij, hè? hè? Zie je? Ik heb een verliezen, ja. Omdat mensen zich laten leiden door emoties. Eigenlijk is dat heel raar, hè? Wat is de beurs? De beurs is een winkel. De winkel. En wat kun je in je winkel kopen? Je kan daar deelbewijzen kopen van, van bedrijven. Je kan voor een stukje eigenaar worden van één, meerdere bedrijven. En straffen is, hoe goed je koper dat het in je winkel is, hoe meer schrik mensen gaan hebben en zeggen van ik moet het niet hebben. En hoe duurder dat het is, hoe meer dat ze geïnteresseerd zijn. Maar dat is altijd... Dat is een persoonlijke frustratie. Dat is altijd hetzelfde. Dus wat ik wil zeggen van... Alsjeblieft, het is niet de moment om, om te zeggen... Nu ga ik panikeren. Ja, ik moet er misschien maar mee stoppen. Ik moet misschien zelfs verkopen. Het is echt, echt niet de moment. Um, goh, de, de, nog veel van dat. Hè. Um, kan ik nog terug? Ja. Geldstromen. Ik, ik zie ook... Um, Inderdaad, Amerikaanse gezinnen vol, volgens Goldman Sachs, tweede kwartaal al per saldo verkocht. Je ziet opnieuw nu die, diezelfde evolutie. Mensen zijn aan het verkopen, mensen zijn ongerust. Uh, en wat zie je dan ook vaak? Dat, dat zelfs fondsbeheerders, ja, goed, die, die zitten met klanten, die willen die klanten niet kwijt, dat je nu heel veel communicatie ziet van fondsbeheerders die zeggen van ja maar kijk, wij zijn onderwogen hoor, in aandelen. Gewoon om hun klanten een goed gevoel te geven. Uh. Moet je doen om, om je klanten een goed gevoel te geven? Nee, je moet voor rendement gaan, potverdorie. Maar dat is iets commercieels. Dat, dat speelt, dat, dat zorgt voor bijkomende verkoopdruk. He, ook die elementen, die spelen nog. En dat maakt dat dat in een, ja, in een overdrijving soms bepaalde zaken nog meer kunnen overdrijven en dat tijdelijk iets goedkoop nog veel goedkoper wordt. Tot nu toe is die, heel, die daling eigenlijk vrij geordend geweest, hè? zo heel langzaam. Maar het feit dat het nu de jongste dagen zo wat, wat meer volatiliteit, zoals men zegt, hè? grotere koerskommelingen, tot nu toe was dat obligatiemarkt en de valutemarkt. maar nu de jongste dagen ook op die aandelenmarkten. En eigenlijk, en dat klinkt heel raar, maar eigenlijk vind ik dat al goed nieuws. Eigenlijk is dat goed nieuws, dan zitten we daar toch. Of we de bodem gezien hebben, dat weet ik niet. Het kan nog inderdaad nog lager, om de verschillende elementen die ik u uh, verteld heb. Maar dit zijn toch... Ja, uh, ja zwalen we in de lente, ook al zitten we in de herfst. Hè. Uh, maar dit is toch al voor mijn part uh, positief. Dat was voor de, de beleggerportefeuille. Morgen hebben we een aankooporder in de markt liggen. Je moet maar eens uh, kijken. Ik wil u nog twee slides tonen, gewoon... Ik weet dat bepaalde mensen ongerust zijn om gewoon inzicht te geven hoe markten soms werken en overdrijven. Dat je weet van dat je dat kan plaatsen. Echt belangrijk. Heb invloed op de beurs. Rerating naar boven toe, derating naar beneden toe. Neem een willekeurig bedrijf. Goed geleid, een gezonde balans, mooie producten, mooie diensten. Dat, aandeel, dat bedrijf maakt 10 euro per aandeel winst. En we zitten in een, een, een optimistische sfeer op de beurs. Hè. Mensen zijn goed geluimd, de beleggers. En men is bereid om vijftien keer die winst te betalen. Vijftien keer tien? 150 euro? Wat kost dit aandeel op de beurs? 150 euro. Nu is er een recessie. Zoals nu wellicht er ook een recessie is. Hè. En winsten dalen. Iedereen moet dat ondergaan. Hè. En dit bedrijf inderdaad ziet zijn winst met, met 20% dalen. Dus geen 10 euro niet meer, maar 8 euro per aandeel komt er nog eens bovenop dat, dat de markt zegt van, ja maar recessie, en ja, wat gebeurt er, en allemaal slecht nieuws, en oei, oei, oei en dit en dat. Wij gaan een veiligheidsmarge nemen. Wij gaan niet meer vijftien keer die, die verwachte winst betalen. Nee. Wij zijn nog maar bereid om acht keer, en ik overdrijf jullie misschien, hè, om een punt te maken, wij gaan nog maar acht keer de winst betalen. Hoeveel kost dit aandeel dan? Acht euro winst, maal acht, 64. Dus we hebben hier met een Super, gezond, veilig. Perfect gezond bedrijf te maken. 150? En dat taalt naar 64. Dat bedrijf heeft winst gemaakt, heeft waarde gecreëerd voor u als aandeelhouder. En toch zie je dat meer dan halveren. Om dezelfde reden natuurlijk. Als we de de bocht maken en naar re-rating gaan, naar de andere richting. Want ook dat gebeurt. Dat is de reden waarom dat, dat aandelen soms maal 2, maal 3 gaan, terwijl de winst misschien nog 20 of 25 procent gestegen is. Hè? Dat je even goed zegt van hoe kan dat nu? En toch gebeurt dat, toch zie je die grote schommelingen op de beurs. Laat u dat uh, inspireren en, en kaderen waarom dat sommige bedrijven soms zo fors kunnen dalen. Laatste element. In een berenmarkt heb je altijd een bepaalde cyclus. En je zult die, eh, deze grafiek vroeger misschien wel eens ooit meer gezien hebben. In een stierenmarkt, het vertrouwen dat stilletjes aan terugkomt, ik ga er niet te diep op in. Maar in een berenmarkt, waar we nu in zitten, in het begin al staalt. Hè, dat zeggen de mensen. Oh, fantastisch, het zakt. Ik kan goede koper kopen, eindelijk zeg. Ik zat er al op te wachten. Hè. En het zakt nog. Hij je zegt van, tja, hoe kan dat nu? Had ik niet verwacht. En het zakt nog meer. En je zegt: Ja, maar ja, zo'n gevoel van onverschilligheid, dat kan toch niet? wat is dat allemaal? En dan verschijnen er van allerlei berichten in de krant: en oeh, en dit, en het gaat nog erger worden. En dan zeg je: zegt, Maar dat kan toch niet? Jawel, kan wel. Het zakt nog verder op de beurs, de aandelen. Tot op een gegeven moment dat je eigenlijk ja, je, ergens oh, vast weg bent, je kwijt zijt en je van wat gebeurt er nu? En, 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 nee, dat kan toch niet? En je begint al wat schrik te krijgen. En bij sommige koppels, die zeggen van, ruzie hè, ruzie. Kijk eens, jij wilt daar in aandelen beleggen en, en zie dus, wat had men met al dat geld niet kunnen doen. En ho, 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 ho. Hè? Ja, weerstaat dat maar eens. Hè? Om om vast te houden, om bij te kopen. Hè? Dat is een crisisfeertje. Ook binnen het gezin. En, en eigenlijk, eigenlijk beginnen ze wel een beetje te panikeren. Zo. Want ook al zijn ze echt een doorgewinterde belegger, op een gegeven moment hij is zo alle referenties kwijt, dat je zegt van, dit had ik nu echt niet verwacht. Hè? Wat moet ik nu nog geloven? Dat, je, dat er heel veel mensen zijn, heel veel mensen, die zichzelf op dat moment een hele dure, maar letterlijk, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk een hele dure van aandelen, ik nooit meer, hè? nooit meer, mij hebben ze niet meer zitten. Totdat die cyclus natuurlijk. Hè? Je kunt misschien voor jezelf antwoorden waar je in die, in die tijdslijn zit van die cyclus. Mag, mag ik je schokken? Alles sinds niet van boven. Hè? Dat weet ik wel zeker. En eigenlijk is dat goed. Eigenlijk is dat niet slecht. Maar, zonder te gokken, zonder. zonder uh, niemand heeft die glazen bol, kunnen we nog lager? Ja, uh, absoluut. Maar het is. Allee, ik vind het altijd heel raar als we als beleggers en we kijken naar de grafieken van het verleden en, en al die crisissen. Iedereen is er altijd mee over eens dat we. Van kijk, die crisis is een kans en elke crisis was een kans, natuurlijk. He? Maar de crisis waarin de mensen nu zitten, daar beschouwen de mensen als een, vooral als een groot risico, niet als een kans. En ergens klopt dat niet, ergens moet je daar. Beurs is voor een groot stuk en zeker op die korte termijn, emotie en het geheim van rendabel beleggen, he? is echt wel die emotie eruit kunnen filteren. Goh, ik heb deze slide al eens gebruikt. Dacht ik in de tijden van corona. Hè, toen dachten mensen ook van uh, de wereld gaat vergaan. Ik heb dat trouwens al 15 keer in mijn leven gehoord, van dit is de ergste crisis ooit, bij geluk van leven, en ik hoop het. Ik ga er ook 15 keer horen, hè? Van dit is de ergste crisis ooit. Hè. Investeer niet in het eind van de wereld. Het gebeurt inderdaad maar één keer. Hè. En dan zullen we er ook geen profijt van hebben, als we gelijk hebben. Hè. Dus, uh, vandaar belangrijk dit event om die bedrijven hier deze bedrijfsleiders voor echt wel dank heren om tot hier te komen dat je weet dat je inzicht hebt in het bedrijf niet alleen macro want macro is allemaal boeiend en interessant maar vanuit het bedrijf zelf wat leeft daar wat zijn daar de plannen? en dan wens ik u eigenlijk heel veel plezier uh, met de CEO pitch